Nou, beste kiekers, daar ben we dan weer. Ons eerste feestje, hè? We doen even een stapje verder, want dan wordt het niet zo koud, want het Rehan-button. Het Rehan-button. En je hebt de pokkel naar dat, hè? Ik ben helemaal van de Isala, ben ik hier al gekomen. Waar ben je best dan? Ik ben de Vader Luier. Oh. Ja, dat was de 11e van 11, hè? Dat is de Vader Luier in de Isala. Was een jochie, Siem. Is vannacht om 02:56 geboren. Nou, dat is... Ook nog wel een stukken wat gram erbij, maar dat lees je wel op de site straks. Dat zet gaat er allemaal dat op. Dat zet gaat er allemaal op, ja. Maar nou bent we hier. En wat hebben we hier? Het prinsenbal van de Tonnenzotters, hè? Het prinsenbal van de Tonnenzotters. En het raar is, er ging een prinses af. Dus het is eigenlijk een Betty prinsessenbal. Betty dubbelzinnig allemaal. Maar wat denk je ervan? Is druk binnen? Ik ben nog niet binnen de beste, hè? Ja, ik heb net een beetje gekeken. Ik zie wat er allemaal bent. We hebben hier al boest aan wachten natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ik ben gewoon niet eerder naar binnen dan dat ik compleet ben. Nee. Maar ik heb al verschillende corrivingen voorbij zien lopen. Dat ik denk van, nou, dat komt nog wel weer eens bar gezellig worden. Nou. En ja, CEO verbouwd. Ja, mooi wel. Ik heb net al een compliment. Maar dan heb ik net ook al gezien dat we olieboom wel weer begroet. Zien we er eens hier in hem? Zullen we proberen? Ja, wie neemt er hier? Kom maar, we gaan naar binnen toe. Het is natuurlijk wel old en nieuw. Prinses, Swiss en adjudant Fortnite. Welkom in ons midden. Wie zal het zijn? Kennen jullie niet? Ja, bijna. Goedendag. Wij gaan jullie presenteren. Prins Barry met zijn adjudant Alize. Welkom. Kijk eens aan! Daar waren we weer. Dat was hem, hè? We hebben een geweldige, leuke middag gehad. Ja, dat was. En ook leuk, met je oude corrivee weer. Ja. Herman Tegeloven nog weer in pak. Heel veel mensen kenden hem niet, maar hele oude corrivee van het Tonnenzotters. Ja. Maar, we hadden hem vroeger aan de Riene hier in Solse Carnaval. Dat was Herman Dollekamp. Die liep altijd ver op als ze medailles uitgereikt werden. Maar, je begint er later op te lieken, Batsie. Ja, maar goed, je weet, ik ben een old Tonnenzotter. Ik ben hier een speciaal lid. En we hebben met de speciale leden. Ja, je hebt een speciaal lid, ze bedoel. En die glimt. Ja, dat hoop ik. Vooral maar Emma en Elma. Maar in ieder geval, we kunnen weer met een gerust hart afsluiten, onze eerste middag. Ja. Ik wil niet zeggen dat het een groot succes was. Maar het was gezellig. Weer een groot succes. Ja, maar goed, het is de 11e, dus vereniging hem vandaag ook zelf wat, hè? Ja. Er bent er een paar die naar Maastricht heen. Er bent er een paar die zitten in de gezelligheid. Die hebben gezellig in de gezelligheid. Tenminste, een man dat gezellig is. Dat weet je niet. Je gaat niet kieken. Nee, we gaan niet kieken. Nee, dat doe ik niet. Maar we moeten werken. Die jongen, het outro maken we niet te lang. Want, nee, maar anders ben ik geen witte zeik. Nou, dat niet. Maar heeft die jongen heeft er van de werk. Ja. Dan gaan we voor ons. Tot vrijdag dan, maar, hè? Ik zou zeggen, ben je vrijdag ook helemaal? Zaterdag pas. Maar we hebben vrijdag, zaterdag en zondag hebben we wat, hè? Je bent druk, hè? Oké. Nou. Maar een zondag gaan we kijken hoe onze Randy, die applicatie geeft. Ja. Gaan we nog wel een speciaal dingetje doen, toch? Want het is wel onze mod. Ja, zeker. Maar dan moet je ook even naar de voorzitter kijken, hè? Die is er ook bij, hè? Ja, maar die is er altijd bij. Oh, is die er altijd bij? Maar is die daar weer? Ja. Nou, voorzitter, hè? Nou, kom maar, we gaan weer. Mensen. Ik ken de tekst niet meer. Ik ook niet.